goede woorden allemaal. Ik ben wakker omdat er straks iemand komt voor het licht te maken boven. Wat wij daarboven geen licht hebben. Dus dat is wel leuk dat er nu iemand gaat komen om dat te maken. En we gaan wel zien hoe lang het duurt en zo. Dus voor de rest is alle lichten nog oké. Dus dat is wel best spannend. Ik ken die meneer wel, maar het is altijd al heel veel spanning en zo. Dus ja, en ook nog. Ook nog zeer moe. En ik heb ook nog last van mijn nek. Dus veel gaan we vandaag niet doen. Maar we gaan wel. Wachten tot die meneer er is, eigenlijk. Zo, die meneer is buiten, is al gemaakt. Het probleem lag eigenlijk. Ik had dat even laten zien. Dus ik vind het wel grappig. Ik heb ook wel heel leuk om te weten, maar ik wist het zelf ook niet. Dus we hebben hier een knop. Deze. En die werkt voor die. Dus daarom dat het dan niet marcheerde, omdat die blokkeerde, omdat ja, er is van alles gebeurd toen de vorige meneer kwam. Heeft toen hier te weinig draden, of zoals hij zei, waardoor het daar soms blokkeert. En als er daar iets mee gebeurt, dat iemand het aantrekt of zo, dan marcheert dat ding niet. Dus dat weten we nu al. Dat is eigenlijk wel grappig dat het zo rap ja, opgelost is. Eigenlijk ben ik wel blij eigenlijk. Dat het zo rap opgelost is, natuurlijk ook voor die meneer, maar ook voor mezelf. Dus ik ben wel trots eigenlijk. En de kat zit daar. Oesh, poesie. We gaan naar de winkel. Ik ga eerst naar de Lidl. Kijken of ze daar yoghurt hebben. De yoghurt die ik zoek. Dus die daar niet aankoopt, uit anders. Want voor de katten zou ik ook van alles nodig voor een kutje dat hebben. En dan gaan we naar. We gaan eerst eens kijken bij de Lidl. Dus, en misschien maak ik nog wel een leuke video bij de Witte Molen. Dat ze zien of er veel volk staat of niet. Voor op TikTok nog te maken. Dus, zeker. Alles insteken. Dus, voilà. Kunnen we vertrekken. Zo, ik zweer naar de Lidl. Ik ga even een kaartje pakken. Ik weet wel wat ik wil, maar ik weet niet eens wat ik heb. Zo, we gaan eens kijken wat we moeten hebben. Hè. Brood hebben we, want Peter heeft brood gebakken, dus we hoeven dat niet te kopen. Zo, we laten moesten. In de zomer zijn die altijd heel erg groot. Ik denk misschien dat ik het niet meer kan. Aardappels heb ik ook. Het is niet echt superveel, precies. We gaan eens kijken wat we kunnen kopen. Zo, we zijn buiten. Ik heb wat gekocht. Dus ik ga licht en nu gaan we die in de fiets gaan steken. Dus ik ga misschien worst halen ook nog bij de beenhouwer. Ik ga kijken. Het is al open. Dus allemaal. Dus we gaan dat er even insteken in de fiets. Dat is goed, dat is alles wat ik moest hebben. Dus dat scheelt eigenlijk al wat. En dan kunnen we naar de beenhouwer. Die ik automatisch daar staan heb of zo, dat weet ik niet. Ik heb niet opgelet, maar ik ga dan wel zien. Dan gaan we er morgen bij komen. Dus en dan gaan we naar de beenhouwer. We zijn namelijk van de kerk. Het lijkt misschien wel zaar, maar gewoon zien wat de mensen gaan reageren als ze dat gaan doen. Dit is de kerk waar ik trouwens mijn eerste communie heb gedaan. Je ziet niet goed, maar het is leuk om hier zo een TikTokje op te nemen aan. Je wilt zien hoeveel mensen gaan zien dat de kerk is. Ik kan er ook niet heel veel dingen op zouden zijn. Het is gewoon zo'n tent. Of misschien wel zo. Deze is misschien wel wat meer kerkelijk. Doen. Net was ik al meteen herkend. Dus echt, als ik buiten kom, zo dat leuk. Soms ook in België is ook wel leuk, maar ik bedoel, soms niet altijd heel gemakkelijk.
dan en je wordt de kerk staat je. En dat is niet zo makkelijk altijd. Om te zien dat we de kerk een beetje in beeld hebben. Ik weet dat ik niet hoe lang dat is. Moest je er op plaatsen weten, Sinterklaas, wat je eens moet doen, moet je het zeker zeggen. Want dat is wel leuk natuurlijk om dat even te doen. Als we dat niet doen. Dus het is wel grappig eigenlijk dat je dat zo opduwt eigenlijk aan de kerk. Er zijn nog meer kerken in Sinterklaas, maar daar heb je meer drukte. Dus hier heb je de kalmte. En dan is dat wel makkelijk. Kijk, hier ga je de kerk zo een beetje per beeldje in beeld zien. Dat is wel leuk. Spannend ook, omdat je weet nooit wie er voorbij komt. En dan is het van, oh, kijk, maar ik denk wel dat veel mensen mee kunnen lachen, denk ik. Het is niet erin dat je zo gaat spotten met het geloof. Dat doe ik nooit, hè. Van het geloof spotten. En dan gaan we naar de Beenhouwer, dat is niet zo ver vandaan. Dus, dat is wel cool. Dus, ja, ik vind het wel leuk om een dansje te doen, eigenlijk, hè. Dus... Ik heb er 2 gemaakt aan de Witte Molen. En ik heb er 1 gemaakt. Dus, ja. Zo heb ik op de grond. Dus nu zijn we bij de Beenhouwer. Dus we moeten hebben. Dus hier ga ik mijn vlees kopen. Ja, maar ik ga het gehakt mee pakken. En rustjes. Hallo! Kaas hebben we al, nu gaan we tomatensaus pakken. Die staat daar, tomatensaus.